Op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York is deze week de algemene vergadering begonnen. Wereldleiders van over de hele wereld komen hierheen om samen te vergaderen. Met grote spanning wordt uitgekeken naar de speech die Trump hier morgen gaat geven. Maar vandaag gaf hij al een voorproefje door over de hervormingen bij de VN te beginnen. In recent years, the United Nations has not reached its full potential because of bureaucracy and mismanagement. If we work together and champion truly bold reforms, the United Nations will emerge as a stronger, more effective, more just and greater force for peace and harmony in the world. Ja, minister Koenders, vond u hem ook niet veel milder dan van tevoren werd verwacht? Nou ja, hij moet morgen nog spreken voor de grote veiligheid, de AVVN. Dat is zijn nationale speech. Dat wachten we nog even af, maar dit was een constructieve speech. Hey, ik zag u ook even een hand schudden met Donald Trump. Ja. Heeft u even kans gehad om zelf ook iets tegen hem te kunnen zeggen? Ja, een paar woorden. Naar aanleiding van het belang van die hervormingen van de Verenigde Naties. Ik vind het goed dat hij nu in ieder geval schoorvoetend, maar wel duidelijk in de richting van de VN gaat en dat ook ondersteunt. En ik denk dat dat positief is. En het feit dat het beter moet, ja, dat vind ik al een hele tijd. En het is goed dat Amerikanen en iedereen nu zich achter die hervormingen ook van de nieuwe secretaris-generaal zetten. Dat is echt nodig.